Goedemorgen vanuit een zonnig Briekse Imtalen. We kijken hieruit op de Kantaralm. We komen er vanuit Westendorf richting Briekse. En we staan hier naast Kasthof Nierding. En ook naast de Jochbaan, die uiteraard op dit moment niet in gebruik is. Die is alleen zwinters draait hij. Daarboven zie je de bergtoppen met de sneeuwresten. Vanaf 1700 meter liggen er nog sneeuwresten. Het is ook hier een koud voorjaar geweest, althans een fris voorjaar. Dus de sneeuwresten liggen hier wat langer dan andere jaren. Wij zijn hier nu een goede week. Om binnen te komen in Oostenrijk hadden wij het inreisformulier ingevuld. Netjes een test gedaan, vooraf in Nederland. En aan de grens werden we gecontroleerd. En ook hier te plaatsen in Briekse zijn wij netjes gecontroleerd of wij de quarantaineplicht hadden. De politie komt netjes aan de deur. Om te kijken of je thuis was en of je de test bij had die je in Nederland hebt gedaan. Dat is niet per se nodig om in Nederland een test te doen. Maar dan moet je hem binnen 24 uur in Oostenrijk alsnog doen. Of je moet gevaccineerd zijn. Of je moet genezen zijn. Dat zijn eigenlijk de drie voorwaarden om het land binnen te komen. Genezen betekent dat je bewijs hebt dat je die antistoffen in je lichaam hebt. Nou, gevaccineerd, dat betekent dat je minimaal één vaccinatie moet hebben gehad die 21 dagen oud is, waarvan je ook een officieel document bij hebt. Of uiteraard de volledige vaccinatie. Maar minimaal 21 dagen oud. Nou, zoals gezegd, er wordt dus op gecontroleerd. Hou je daar dan ook aan? Dus het advies van de boetes zijn, zoals ik begrepen heb, redelijk hoog. Verder de horeca geldt ook de 3G's op dit moment. Oftewel genezen, gevaccineerd of getest. Dat gaat er af als het goed is op 10 juni. Dan zou je daarna weer redelijk vrij de horeca binnen moeten kunnen lopen. Dan gelden nog wel uiteraard de andere regels zoals afstand houden, mondmaskerplicht en groepsgroottes. En die regels zouden dan, zover het nu voor staat en de verbeteringen zich blijven voordoen, per 1 juli er ook af moeten zijn. Dus per 1 juli zou de horeca dan weer normaal kunnen draaien zoals ze gewend zijn hier. Dat is uiteraard nog heel eventjes afwachten. Want als de cijfers verslechteren, heb je kans dat ze dat natuurlijk nog uitstellen. Maar laten we daar even niet van uitgaan. We zijn hier aangekomen bij de nieuwe Spijgerzee in Briekse. Hier heeft Stefan een aantal weken geleden ook gestaan. Nou, er zit al een aardig slokje water in. Dus hier kunnen ze aankomende winter dan ook weer extra uittappen om de besneeuwing te behelpen. Nou, hier zie je dus de toevoer vanuit de bergen. Het is allemaal gesitueerd bij het restaurant Brandalm. Die ze overigens zo te zien een beetje aan het opknappen zijn. Wat nieuw houtwerk, wat nieuwe dakbedekking. En daar dan de piste met de Zinsbergbaan erboven. Zo te zien zal hier ook een wandelpad omheen komen. Dus je eigenlijk bij alle Spijgerzeeën wel ziet dat je er even rond kan wandelen. Er zullen misschien wel bankjes geplaatst worden. Op dit moment zijn we tussen Brieksen in Talen en Sul in. En in de zomer zijn er heel veel hutjes die niet open zijn omdat ze alleen in de winter bereikbaar zijn. Maar er zijn ook hutjes die alleen in de zomer bereikbaar zijn. Dus we hebben hier de Sillerhalm. Een heel leuk hutje. Alleen deze is 's winters niet bereikbaar met de skis omdat het in een dalletje ligt. En in de zomer is die in bedrijf. Het is een klein hutje. Beren gezellig. Af en toe hebben ze muziek. Heerlijke joutsplatten. We staan nu in Sul, in Hoogsul. We staan hier bij de nieuwe lift. Ja, nieuw.
Hij is inmiddels al ruim een jaar oud. Deze lift werd net geopend voordat het gebied moest sluiten vanwege de coronapandemie in 2020. Maar het is een mooie lift geworden. Het is de eerste keer dat ik hem eigenlijk zie. Ik ben daarvoor zomer niet geweest. En voor de rest is het hier in Hoogsul ja, best wel wat bedrijvigheid. Toch wel veel mensen aan de wandel. Het is hier ideaal voor kinderen als het lekker warm weer is. Veel watertjes waar ze kunnen spelen. En dan hebben we daar Kiert 43. Die draait vanaf 1 juli. Draait hij in de zomer ook. Nou, daar zie je dus op de Hoge Zalve nog wel redelijk wat sneeuwresten liggen. We staan hier bij de nieuwe Solvista-baan van ITER. Deze is afgelopen winter voor het eerst in bedrijf gegaan. Het was voorheen een vierpersoonsliftje. Dat is nu een tienpersoons gondel geworden. Hier recht voor ons stond het oude bergstation. En waar we nu naar kijken is een tussenstation geworden. Je kan niet blijven zitten of uitstappen, maar als je blijft zitten ga je door richting de kleine Zalve. En vanaf daaruit heb je dus een directe aansluiting richting Hopfkarten. Voorheen moest je eerst skiën naar Sul en dan de gondel naar de Hoge Zalve pakken. En nu kan je dus gewoon in één keer vanaf hier richting Hopfkarten skiën. En uiteraard hebben ze weer wat pistes in het gebied erbij. Ze hebben gelijk het restaurant wat hierbij hoort, de Kraftalm, hebben ze helemaal aangepakt. Daar hebben ze ook lodges gemaakt volgens mij en in ieder geval verblijven. Er was al wel iets aan verblijven, maar dit is wel helemaal superieur geworden. En hier worden ook regelmatig trouwerijen gegeven, heb ik gezien. Dus dit is ook tevens ook helemaal vernieuwd. We staan hier bovenaan de kleine Zalve. We kunnen nog iets verder eigenlijk, maar ze zijn nu aan het werk daar, dus ik mag helaas niet verder. Daarachter loopt dan ook de piste, die vanaf dus de kleine Zalve richting Rigi gaat om daar de keuze te maken, Hopfkarten of zo. En hier hebben ze dus ook een spijkerzee gemaakt, om ook de besneeuwing van deze pistes te kunnen voorzien. Nou, hier kan je nog mooi de laatste nieuwe resten zien. Hoge Zalve. Daar op de achtergrond Rigi. We staan hier onderaan de Hoge Zalve. Dit is het punt dat je de splitsing hebt tussen Brieksen en Hopfkarten in de winter. Kom je daar boven als je van Brieks afkomt en dan ga je de andere kant op richting Hopfkarten. Daar komen wij net vandaan op de fiets. Recht voor ons is nu de Kalperzalvezee. Dat is ook een spijgerzee. Ja, verder is hier gewoon een prachtig uitzicht. Wel de moeite waard om hier naartoe te klimmen. Het zijn lopend, het zijn met de fiets. Als je met de fiets gaat, zou ik het wel net zoals anders doen met een e-bike. Vanaf nu is het voor ons alleen nog maar naar beneden. Waar we tot nu toe alleen nog geklommen hebben. Dus gaan wij de afdaling weer maken richting Brieksintalen. Het was een leuke dag vandaag. En wij hopen jullie snel weer te zien. Hier in het wonderschone Oostenrijk. Voor zover vandaag, de groeten.